kerst komt eraan en eten is natuurlijk iets wat ook met kerst veel naar voren komt. Maar voor mij is eten niet belangrijk om te kunnen leven. Eten is belangrijk om te verbinden. Met een maaltijd aan tafel kun je iedereen bij elkaar krijgen en dat is ook waar voor mij kerst voor staat. Ga het gesprek met elkaar aan, vraag hoe het met die ander aan de andere kant van de tafel is. Deel iets uit, hoe mooi zou dat zijn? Dus zo kijk ik heel graag naar deze kerst. Als ik kijk naar een kaars, dan steek ik heel graag een kaars van hoop aan voor mijn schoonvader. Omdat hij op het moment ziek is en alle kracht die ik hem zou willen geven heel erg hard kan gebruiken.